achter de schermen bij Radio Maria. Het is een tijdje geleden, dus het leek mij leuk om u, jou, weer eens bij de hand te nemen en even mee te nemen door het gebouw. Ja, gewoon op een normale vrijdag. En dan gebeurt er het meest. Kijk, hier bijvoorbeeld al zit een vrijwilliger, Ineke. Ineke is programma's aan het editen, toch? Ja, uitzending gemist. Uitzending gemist. Ja, top. Gaan we verder hier drukken van belang. Ik zie daar de bestuursvoorzitter staan. Kom. Vallen met je neus in de boten. Bestuur. Nou, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen vandaag? Wij gaan een beetje vergaderen. Even praten over de toekomst van Radio Maria. Wat actuele dingen die op dit moment spelen. En dit zijn mijn medebestuursleden. Achter de deur verscholen. Ja, nee, wij gaan even door. Ja. Kijken. Hier is dus de receptie. Kijk, hier, Angela. Angela komt ook net. Ja, het filmpje van net hield hem mee op, dus we hebben het even opnieuw bedaan. Angela. Wat doe jij hier, Angela? Ik neem de telefoon op, ik beantwoord mailtjes, ik zorg dat iedereen koffie heeft. Mm-hmm. En van alles de hele dag door. Ja. En niet alleen, toch? Nee, niet alleen. Meestal zijn we met z'n tweeën. Maar vandaag is iemand op vakantie en een ander heeft weer een uitvaart. Dus ik zit vandaag alleen. En dat gaat prima. Zo zie je maar, er gebeurt er van alles hier bij Radio Maria. Het is bedrijvig, gezellig, dynamisch. En hectisch. Enzovoort. Het voelt wel een beetje hectisch, maar dat maakt het alleen maar leuk.